Meegaan in zijn verhaal, wat hij alle tegenslagen, hoe hij daarmee om is gegaan en wat voor keuzes hij heeft gemaakt. En ik denk dat hij het heel erg goed heeft gedaan. Dus hij heeft eigenlijk zijn leven opgeofferd voor de grotere zaak. Dus ik denk dat het voor hem zelf niet zo heel erg leuk is geweest. Ik kreeg uit de media al vanaf dat ik 12 was een beetje een negatief beeld van Otto. Van dat Otto een soort profiteur zou zijn geweest. Dat vind ik wel heel chockerend. Want het is echt het tegendeel is mij gebleken. Dat het een hele spaarzame man is geweest die zich heeft opgeofferd voor de goede zaak. En het leuke van de film is dat je dan ook wel weer de keerzijde daarvan kunt laten zien of ziet. Dus dat hij daarin vrij ver is gegaan met dat strijden voor die zaak, voor een betere wereld en om Anne bekend te maken en zo. Dan heeft hij soms een paar rare beslissingen genomen. Kan je dit lichtknopje pakken, Lieten? In sommige opzichten was hij ouderwets, maar hij was ook progressief. Bijvoorbeeld hoe hij met kinderen praatte over gevoelens. Of dat hij zei dat ze hun gevoelens konden vertellen tegen hem, dat ze zich niet hoefden te schamen en zo. Dat is compleet niet in die tijd. Nadat hij het dagboek had gevonden, had hij een doel in het leven. En dat heeft hij heel ver doorgevoerd. Dus hij is dat doel op een bijna maniacale manier gaan proberen te bewerkstelligen. Door heel erg bijvoorbeeld erbovenop te zitten toen het toneelstuk werd geschreven. 8 versies zijn er gemaakt en daar had hij steeds ook iets over te zeggen. En ook bij de vertaling in het Engels heb ik stukken gezien, brieven gezien, dat hij dan schrijft "You call Mushi, de kat, you call Mushi Boffy, maar it was Moofy." Of nou ja, zoiets. Dus dat het wel consequent moest en alle details hield hij in de gaten en zo. Dat heeft hij heel erg goed gedaan. Hij heeft ook heel weinig gezegd over zijn eigen angsten in Auschwitz en zo. Hij heeft ook weer bepaalde dingen wel heel erg achtergehaald, of hoe noem je dat? Was hij er heel gesloten over. Dat Fritsje op een gegeven moment na zijn dood tegen Eva verzucht. We hebben het eigenlijk nooit over gehad hoe hij nou eigenlijk die kamp is doorgekomen. Dus het is een bepaald gebied waar hij zich helemaal op stortte en waar hij wel open over was. Maar andere dingen ook weer niet. Dus het zit wel vrij gecompliceerd in elkaar. Dat hij tot het eind van zijn leven altijd met Anne bezig was, had hij geen normale manier van rouwverwerking waarbij je toch een soort afstand doet van zo'n
verlies. Maar was hij gewoon constant, zat hij met dat verdriet.